Hoe gaat het met de lange mannen? Ja, goed. Ja? Hoe is het met jou? Ja, ook goed. 3 punten voor ons. Dat is het belangrijkste. Ja, 3 punten dan, dankzij die man naast jou, hè? Ja, dat is echt een belangrijke rol. Hij komt en hij doet wat hij moet doen. En, 3 punten bleef in Eindhoven. Wat gebeurde er in de slotfase? Was het je eerste balcontact? Nou, ik wil eerst nog even over die redding van Titi, ook nog op 1-1 volgens mij. En daardoor kunnen wij nog weer het slotoffensief. Hij pakt die bal goed. Dat heb je goed gedaan. En toen inderdaad, die bal kwam er een beetje tussenin en, met Gini. En gelukkig kon ik nog met links een beetje achter me inschieten. En kon nog gelukkig die 3 punten nog mee, meenemen, hier in huis laten. Ja. En dan heb je dus dat wat je wil, waar je zo lang naar op zoek bent. Naar die tune die al sinds 2006 niet meer klonk hier. Nou, dat is leuk. Dat geeft me een goed gevoel. En wat moet ik daar verder over zeggen? Dat is gewoon heel leuk. En het belangrijkste is die 3 punten? Dat is het hele belangrijkste. Hopelijk aan het eind van de streep die 3 puntjes dat die meetellen. En dat we daar nog iets speciaals, dat we goed afsluiten. En, we zijn op de goede weg nu. En moet zeggen, het was niet altijd even makkelijk vandaag, maar ik denk dat we uiteindelijk 3 punten hebben. Ja. En dat is wat we willen. Ja, hij heeft het over jouw redding op Lasse Schöne, toen er nog 1-1 stond. Wist je precies wat er ging gebeuren? Ja, de redding is niet zo belangrijk, omdat als je... Nou, als je 2-1 achter komt, dat is een heel ander verhaal. Ja, maar ik alleen kom en ik doe wat ik moet doen. En Marian is de belangrijkste man voor vandaag en ik moet zeggen dankjewel. Ja, maar ik heb andersom ook. Oké, dankjewel. Zo eens.